normaal gesproken, als u daar gaat fotograferen, gaat u dan wel met de auto of gaat u dan lopend of op de fiets? Nee, kijk, op een zeker moment gebruik ik de auto, want je moet alles meenemen. Dus ik gebruik de auto eigenlijk om dingen mee te nemen en dan gaat alles de rugzak in en dan gaan we lopen. Het laatste stukje gaat u lopen, dan jaag je de dieren ook weg, toch? Nee, natuurlijk, ja, precies. Nee. Ja. Alhoewel, ik moet zeggen, je moet goed kijken met lopen hoe de wind staat, hè, want de dieren hebben een fantastische neus. Dus als het zo is, je weet niet precies nu waar de wind vandaan is, dan moet je eigenlijk een lucifertje pakken, aansteken, kijken hoe die rook een beetje weg gaat. Anders hebben de dieren het zo door. Het geldt niet zozeer nogmaals voor vogels, maar voor de andere dieren, die zijn in 2 seconden vertrokken. Kijk, dan zie je die vogels rustig met elkaar zo zoeken. Ja. Meestal zijn dat vinken, ook aardig om te doen. Die zitten in die blaadjes, ja, het zijn allemaal vinken. Okay. Soms is het aardig en zit daar de keep bij. De keep die komt uit het hoge noorden, die sluit zich bij de vinken aan. En die allemaal blijven die met zo'n groep bij elkaar zitten. En wat het aardige van zo'n groep is, gezamenlijk zoeken zij voedsel. Ja. En u zei net, als dieren eenmaal bij elkaar geweest zijn, dan komen ze weer terug? Ja, dieren zijn, vind ik, nou, meneer Wensing kunnen we dat ook nog eens vragen, maar zijn relatief zeer hongvast, ook in de routes die ze lopen. Dan noem je paden, zoals wij deze paden hebben, zijn wissels. En dan zie je dat ze eigenlijk vrij standaard altijd over dezelfde pad wissel lopen om naar hun plekken te gaan. Dus als je een vos bij een zwijn ziet, een keer, dan is de kans groot dat dat geen toeval is? Nee, die komen absoluut terug. Ja, ja. Kijk, op een zeker moment, een vos legt grote afstanden af. En die legt grote afstanden af, net zoals de das ook, die leggen echt grote afstanden af, maar ze keren terug naar de plek waar ze wonen. Ja, ja. En dat kan voor een vos een hol zijn, maar dan gaat hij alleen maar in. U corrigeert me als het niet waard als het regent, want hij houdt niet van nattigheid, dan gaat hij zo'n hollen. En als het mooi weer is, ligt hij net als een poes gekruld in een soort gebied met wat bosjes. Dit is iets te kaal voor hem, maar dan ligt hij gewoon te liggen. Ja. Okay. Maar laatst las ik ook weer dat de roodborsten, als het zo koud gaat worden, die hebben een lichaamstemperatuur van pakweg 40 graden, 40, 45 graden. En als het 's nachts koud gaat worden, zoals nu vannacht wordt gezegd, min 10, dan zitten ze soms met groepen van 50 bij elkaar om elkaar warm te houden. Ja, echt waar, gewoon liggen ze anders, met elkaar anders op een hoop. Verbranden ze zoveel vet dat ze te veel verliezen. Dat eten ze nu in de winter niet meer bij. Dan moet je ze echt bijvoeren, anders verbranden ze veel te veel vetten. Ja. Net zoals die trekvogels die ook enorme slijtageslag ondergaan met dat lange vliegen. Ja. In het, maar die kunnen wel heel lang achter elkaar doorvliegen, toch? Ja, ze kunnen lang achter elkaar doorvliegen, maar je moet dan wel op de juiste wind zitten. Als de wind zich tegen zich keert, dan is het afgelopen. Oké. Ja. En van wie heeft u de liefde van de natuur gekregen? Want u zegt, ik had dat aanvankelijk niet. Nee. Dat is later ontstaan. Mijn vader was een dierenliefhebber, maar het was zo dat ik dacht, dat wil ik nooit worden. Oh. Mijn vader had een volière thuis en daar zaten we hadden zieke beo's en die hadden longontstekingen. Moest je met lampen die dieren warm houden en lapjes en met een pincet, hoe heet die wurpjes ook alweer? Meelworm. Oh, het was zo gedoe. Ik heb gedacht dat nooit, maar eigenlijk zie je op latere leeftijd word je veel erger. Ja, precies. Dus, u heeft ook van die lampjes nou met windvormen. Nee, dat niet, omdat bij mij alles gewoon zich woont in de natuur. Ja, precies. Ja. Maar de belangstelling voor het dierenrijk is groot. Ja, ja, leuk. Prins Bernhard had het ook, toch? Ja. Of was het niet vergelijkbaar? Ja, als je gaat fotograferen, zeker. Het is, ik denk dat het vergelijkbaar is. Misschien ben ik iets ziekelijker geworden. Ja, omdat ik het eigenlijk ook de moeite waard vind om de vogels te voeren. En dat je dan eigenlijk, als je dat gaat doen, dan moet je gaan kijken als je weggaat. En met de kerstdagen, wie voert ze dan? Ja, ja. Want die vogels komen allemaal terug. Ja. En ja, die kan je niet in de steek laten. Die kan je niet in de steek laten. Nee. Dus dat soort ziekelijke afwijkingen heb ik. Dan belt u meneer Wensing, komt van de vogels. Ja, nou in wezen, zo ben ik nu wel en zo. Dan geef ik hem iets lekkers, iets vooruitzicht en zo. Maar inderdaad moet dat wel doen, want die s'ochtends vroeg, als er een beetje licht gaat voor, dan zie je die vogels al op het eten wachten. Die komen allemaal op zoek. Zo, het is wel mooi hier trouwens, hè? Prachtig, hè? Zo. Lopen in dit weer die mouflons nu wel rond eigenlijk? Ja, ja, ja. Die lopen rustig door te knabbelen eigenlijk. Ja, dat gaat gewoon door. En die hechten liggen rustig stil nu te herkauwen. Ja, we kwamen net richting u, daar hadden ze net zout gestrooid en daar stonden ze allemaal netjes op de weg te vreten. Oh, ja. Apart, Ik heb nog nooit zo gezien. Zout is natuurlijk lekker, hè? Het smaakt goed. Ja.
Nee, ze lopen overal rond hoor. De eerste dag na de eerste sneeuwval, de eerste, ja, zeg maar, de eerste 24 uur, dan zijn ze niet actief. Dan hebben ze eerst van, hé, wat gebeurt hier? En dan, ja, dan gaan ze vanzelf weer aan het lopen. Maar je kunt ze ook wel bespeuren hoor, dat ze gaan lopen. De herten? Nee, varkens. De varkens, oké. Okay. Ja, herten, ja. Het is prachtig. Ja, het is een prachtig. Dat u dat allemaal voor ons speciaal heeft laten maken. Ja, ik. Van die sneeuw en zo. Ja. Oh, indrukwekkend. Ja, het is goed om u een beetje jaloers te maken. Ik wist dat u hartelijk was, maar dit overtreft alles. Kreeuw.